MBO-opleiding Rijnijssel organiseerde een boottocht over de Rijn om laaggeletterdheid en het belang van leren onder de aandacht te brengen. RTV Arnhem ging erop af. U bent hier nu als vrijwilliger op deze boottocht voor laaggeletterdheid. Wat hoopt u deze mensen mee te kunnen geven? Ik hoop echt dat ik ze uit kan dragen, dat je dus je eigen niet hoeft te schamen. En ik zeg nu ook iedere keer van je gaat niet naar school, maar je gaat bijscholen. Want iedereen moet bijscholen. Of dat je een cameraman bent of iets anders, of geluidstechnicus. Je moet iedere keer wat bijscholen. En ik heb gewoon geleerd door overal te komen, mijn verhaal te vertellen. En toen kwam er een man bij mij en zegt hij, meneer Niels, zegt hij, zou je absoluut niet willen gebruiken naar school. Als jij dat zegt, zegt hij, krijgen we zere vingers van de liniaal die ik op mijn hand gekregen heb. Je moet praten over bijscholing. En dat straal ik uit en dat probeer ik hier de mensen te vertellen. Van ga weer naar school, ga er wat aan doen. Schaam je eigen niet, je gaat je eigen bijscholen. Je wordt een hele ervaring rijker. En is dat al gelukt, denkt u? Ik heb al verschillende mensen bereikt. Die zeiden van nou, heel leuk het verhaal wat jij verteld hebt. Ik heb net mijn verhaal verteld, wat het inhoudt. En ze waren enthousiast. En mogen we straks nog even met jou praten, want ik zou eigenlijk dat ook wel willen. Maar hoe moet dat en hoe doen we dat? En daar is Stichting ABC voor, om die mensen te begeleiden, om het verhaal te kunnen vertellen op een nette manier en dat je nooit door de boot kunt vallen. Mevrouw, wat heeft u vandaag geleerd? Ja, wij hebben geleerd dat kan iemand wel graag leren. Dat is niet helemaal belangrijk, de leeftijd. De leeftijd is minder of meer, dat is helemaal niet belangrijk. Dat is belangrijk dat iemand kan leren. Wat heeft u zoal gedaan vandaag? Ik heb veel mensen gezien, ik heb veel nieuwe woorden geleerd. Wat voor woorden heb je geleerd? Oh, ik heb veel nieuwe woorden bij de boot geleerd vandaag met die docent. Wat vindt u van de opkomst van vandaag? Goed. Ik vind het heel goed georganiseerd en dat mag wel eens vaker zo gebeuren. Wat hoopt u met deze boottocht te bereiken voor de laaggeletterden? Toch mensen die het moeite mee hebben, dat ze toch uiteindelijk elkaar een beetje hebben gevonden. Elkaar leren kennen wat ze aan elkaar hebben. En ook de taal goed te beheersen. En ook dat ze zeggen, ja, we gaan volgend jaar, als het weer georganiseerd, weer mee.